verblijf plaatst de aandacht. Hier Henk Brussel. Het is de afgelopen maanden behoorlijk stil geweest op mijn kanaal. Dat had verschillende redenen. De eerste en belangrijkste was dat ik de afgelopen maanden samen met een nicht van mij een boek gemaakt heb. Binnenkort op dit kanaal daar meer over. Ik ben daar zeer trots en enthousiast over, maar het heeft veel tijd gevergd. Verder heeft het voorjaar en het begin van de zomer de gebruikelijke werkzaamheden gevergd rond de bloemen en de moestuin. Dat staat er best florissant bij. Ik zal jullie meenemen in een klein kijkje daarin. Maar verder, wat jullie voor mij zien liggen, en dat is eigenlijk toch wel groot nieuws en ook blij nieuws, is ik ben hier bezig een soort bouwpakket te creëren om een kippenhok te maken. Dit is het frame voor het nachthok en er komt uiteraard een ren bij en ook een stukje uitloopgebied. Op de een of andere manier vond ik het altijd wel jammer dat er niet iets van dieren op mijn erf aanwezig zijn. Nou ben ik niet een enorme grote dierenliefhebber, maar kippen vind ik wel ontzettend leuk, aardig. En als je een beetje geluk hebt, heb je er ook nog wat eieren van. En ik kan met de mest kan ik de kwaliteit van mijn compost wat verhogen. De doorslag heeft gegeven dat met name mijn schoondochter en kleinzoon erg veel zin hebben in die kippetjes. Ik ga samen met mijn schoondochter ga ik dit project runnen en we gaan ook samen het kiphok in elkaar zetten. In deze vlog zal ik vooral de voorbereidende werkzaamheden doen. Maar het in elkaar zetten van het hok en ook de toelichting op een eventuele bouwtekening zal ik in volgende vlogs geven. Ik neem jullie nu even mee naar de plek waar het gaat komen. En dat is een stukje moestuin wat uiteindelijk toch niet heel veel opbrengst op heeft, omdat het onder twee grote bomen staat en het is te veel schaduw. En de bomen trekken ook al het vocht uit de grond, waardoor het er niet goed wil groeien. Dus ik ga dat stukje herbestemmen en daar komen mijn kippen in.
Nou, ik heb nu twee stoepbanden erin. Hier gaat het nachtvol komen, zo. 1,10 meter breed en 80 centimeter diep. Hier aan de achterkant komt een legbak met een klep. Die kun je zo open doen. Dan kun je vanaf deze kant kun je er eieren pakken, als ze die tenminste willen leggen. Er komt in het verlengde hiervan een kleine looprem. En uiteindelijk is de bedoeling dat dit hele gebied in het gaas komt. En misschien zelfs wel met een net eroverheen. Dat weet ik eigenlijk niet precies. En dan wordt het uitloopgebied. Dus dan kunnen ze ook lekker vrij scharrelen tussen de struiken. Dan hebben ze een mooi terrein voor zichzelf. Nou, ik het zo zie, denk ik, nou, dit kan best heel mooi worden. En de grond in die kleine loopren, die graaf ik er eerst uit. Daar doe ik gaas in. En dan leg ik de grond er weer over. Dat is ter bestrijding van ratten die eventueel op het kippenvoer af willen komen. Dat moeten we niet hebben. Nou, in het vervolg ga je de voortgang zien. Ik ben benieuwd.